Jongens, welkom weer op mijn gloednieuwe vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet, zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt. Wij zijn nu vandaag in de Loserheide aangekomen. We gaan een wandelingsje maken van om de beide 7 kilometer. Dus we pakken de rode route. U bent hier. Hoe weten ze dat toch allemaal? Hé, schat. Ja. Is toch raar, hè? De rode route begint hier. Voilà. Al direct mooi. De schat, hier zijn twee rode veldjes. Ja, ene naar daar of ene naar daar. Hier komen we terug, hè? Ah, oké. Hier komen we terug, schat. Ja, ik ken het hier nog. Ja. Halleluja, zo plateautjes. Ze is al terug vrolijk vandaag. We zijn zo vrolijk, zo vrolijk. Terug vrolijk. Ik ben nog niet eens boos op de vlog geweest. Dat is ook wel weer waar. Hebben jullie al beetje boos gezien op mijn vlogs? Ja. Toen bij de coronatijd, weet je het niet. Ah ja, juist. En heb je daarvan en zo knol ook daarvan Wipeout gezien? Welke? Van Wipeout. Ah, waar ze op gesprongen zijn. Ja, die kussens. Ja. Och, arm die Nens met zijn nek, man. Oh, ja, oh. Dat was. Dat is pijnlijk, ja, man. Maar die heeft daar ook echt last van gehad. Ja. En dan in één keer doen ze Enzo Knol de helm af nam en dan in één keer Myron. Oh, uw hoofd is zo blauw. Uw hoofd is zo blauw. Ja, maar daar schrok ik ook van, hoor. Ik zag dat dat direct van de helm was. Ja, okay, en iedereen dan in paniek. Ja, oké, maar dat is toch niet logisch dat die helm zo strak zit rond de hoofd. Nee, dat is wel weer waar. We hadden ze eigenlijk beter klein, grotere kunnen geven. Ja. En er zijn ook weer wandelaars achter al ons. Toppie. Een goede wandeling, dat kan geen deugd. Kan geen kwaad. Wel deugd doen. Ja, ik kan zeggen. Ja. Hi. Ik met mijn woordspeling, hè. Ja. Altijd, hè. Ja. Dus we zijn hier aangekomen tegen de Nederlandse grens aan. Ja. Had ik weten waar mijn locatie uitgezet. Nee, want we blijven in België. Oké. We blijven gewoon in België wandelen. Als we niet weer verkeerd wandelen zoals de vorige keer, weet je nog? Ja, bij Chris. Ja, maar je bent ook al eens mij verkeerd gewandeld. Eén keer, ja. En dat was bij Bokrijk. Ja. Dat is wel waar. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Nee, dat was ook met Chris toen. Maar jij hebt ook één keer alleen gewandeld met mij. En toen zijn we ook verkeerd gewandeld. Ah, oké. Okay. Ja, of niet verkeerd gewandeld, toen kon ik niet meer. En toen zei je me ook moeten komen halen. Ik weet het niet meer precies wat het was, maar ik weet wel dat het niet leuk voor me was. Mm-hmm. En hier is ook wel precies verhard. De wandelroute. Ja, ik loop op het gras, want de steentjes doen pijn, het is mijn voeten. Het is nu voeten. Ik heb een sandalen aan. Ja, dat is wel weer waar. Kijkers, mijn schatje heeft dus haar sandaaltjes aan. Ja, laat maar zien. Ja. Ja, zouden we gaan nog eens even genieten van de natuur. Ik ja. Heb het nog niet. Ja. Zelfs als er ergens een mensje is, dan zetten we even ons neer. Wachten we 5 minuten. Hè. Ja. En hier heb je een vruske. Moeten we daarover? Ja. Oh, dat vind ik altijd zo eng, hè. Hoe dan? Ik weet gewoon hoe lang het staat, hè. Man, kwamen we hier om een punt uit voor deze rode driehoek te vinden, hè, schat.
hier op deze punt zagen we, allee, waar is ons pauwke? Waar is ons pauwke? Huh? Niks daar te zien, niks op die pauwke te zien, niks op die pauwke te zien. Stond het gewoon op dat pauwke. Dat we gewoon... Maar die pauwke stond ook heel onzichtbaar. Dat is ook wel weer waar, schat. Dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. En nu moeten we gewoon deze wandelpad hier volgen. Bij deze. En zie dus hoe mooi het is. Mooi recht. Oh. Ja, we zijn nog altijd op de goede wandelroute. En kijk eens wat mooie tafereelbeelden dat we hier tegenkomen. Echt waar. En een mooie vlinderke. Ja. En soms horen zo geratel daartussen. Dat zijn dan ook weer al diertjes. Zo wat muizen. Ratten niet echt. Ratten zijn hier ook te zetten. Ja, maar rapper bevers. Ik wou dat je hier ook redelijk wat water ook hebt, hier dichtbij. En heel veel bomen. Voor aan te knagen. Oei oei, ik hoor een zucht. Ja. Ik heb geen adem en ik heb dorst. Oei, we hebben geen drinkers bij, hè? Nee, ik weet het. Moeten ze toch zo'n flesje hebben meegenomen, hè? Ja, daarom zei ik het u. Ja, ik weet het. Sorry. Foutjes in de toekomst vooraan te leren. Oh, daar ze. Daar hebben ze allerlei hout op elkaar gestapeld. Voilà, hier klim op. En soms vraag ik me af hoe de fuck raken ze daar met machines. En ziet dat hier eens. Hoe mooi. Ah wel, dat is echt heel mooi. Hoe de natuur hier zich gewoon zijn eigen gang kan laten gaan. En daar komen we dan weer al de volgende brug tegen. Echt wel prachtige beelden. Wat ik voor jullie aan het schieten ben. Echt waar, zijn er verliefd op. Echt heel zwaar verliefd op, echt waar. Hoe mooi dat het hier is. Ik ben hier echt aan het genieten. Oei, oei, oei. Nu moeten we toch door de wildernis. Oei. Is hier. Is daar een paadje? Ja, daar is een paadje. Hier. Daar is een paadje. Oh, weer een vlinder die ons de weg leidt. Ah nee, toch niet. Jammer. Oh, toch wel. En ik hoorde weer al iets in de struik. En de vlinder vliegt nog altijd voor ons. Dus we moeten nog altijd recht door, vlinder. En nu heeft de vlinder ons verlaten. Jammer. Omwel het had, het ook weer al goed warm is geworden, hebben wij besloten om de wandeling weer van afspreken. Hier hebben we de vorige keer ook gezeten. Ja, hier hebben we de vorige keer ook gezeten. Hier waren we nu een wandeling. Ik ben helemaal terug het bos moeten induiken voor naar de parking te lopen. Dus het is weer al kostbare tijd om bij mijn schatje te zijn. Maar dat komt wel allemaal wel goed. Dus het is goed doorwandelen. Dan ga ik wel één ding zeggen. Het is echt heel goed doorwandelen om bij haar te geraken. Kom aan, hè. Fuck. Het is eigenlijk niet goed als we zeggen van oké, hier stopt het met de wandeling. Ik laat u even kinder. Ga er eens maar uit. En deze gaat nog even werken. En deze dacht ik van fuck, nu liggen de sleutels nog bij haar. Dan was ik nog gejost. Helemaal gejost. Want dat was dan de dossier geweest van mij. Ik heb de sleutels. Oef. Ik weet wel dat hier een hondenweide is. Maar ik weet niet als
die hondenweide ook bij ons uitkomt. Dus daarom dat ik deze route ook niet af ga snijden. En dat van Dududum, dat is dat ik een GPS heb aangezet. Van hoe ver dat het nog is qua wandeling. Maar je ziet wel, het is toch nog even wandelen. Sorry schat, het is toch even wandelen. Yo. Mensen, één ding weet ik zeker. Sorry als ik klaag. Amai man, als het warm is en ik heb geen drinkjes bij, dan is het echt een pikkelharde wandeling. En het is nog altijd zo mooi, hè, de natuur. Echt waar. Ik kan er niet bij blijven. Hoe mooi dat de natuur soms kan zijn. Echt waar. Ik geniet ervan. Zie je aan deze kant. Nergens geen auto's of zo. Gewoon puur natuur. Cool om te zien nog onderweg. Zo'n naakslakt. Oh. Maar die leeft ook nog. Die heeft daar wel een gaatje in zijn lichaam. Als je het goed ziet. En dat gaat zo traag. Ik heb het niet in slow motion gezet. Dat is wel eens gewoon om te zien. Maar ja, ik heb hier door. Nog een naakslak. Damn, ze komen nu wel echt tevoorschijn. Dus echt oppas waar ik wandel. Hier opnieuw een. Allee man. Zijn er veel hoor. Kom ik er nog tegen, eens even kijken. Blijf gewoon nu eens filmen, hè. Als ik er nog tegenkom, dan film ik het direct. Dum, 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 dum. Maar momenteel geen meer. Nee. Haha. Nog een klein zusje en dan ben ik er. Joepie. Zo mensen. Ik ben terug aan de wagen aangekomen. Ah, je komt zelfs een belbus. Oh, dat wist ik niet. Schat, pak de belbus tot hier. Nee. En mijn is oh fuck, ik heb mijn ruit laten openstaan, zodat ik bij het knol. Oh my god. Oh. Mijn ruit staat toch open. Holy shit. Ligt hier nog alles in? Oef, joh, ze hebben niet verder ingebroken. Per geluk. En mijn auto was toch nog gesloten. Naar mijn schatje. Oh fuck, dat is hier warm. Direct de ramen volledig omlaag doen. En ik zie jullie allemaal s'avonds terug. Ik ga nu richting Mijntje. Yo. Kijk eens waar ik dus aan het arriveren ben. Dus de brug waar mijn schatje zit op te wachten. Of aan te wachten, dus ik moet even hier oversteken. Ik zie het, ja. Even kijken, ja, ik kan over. Voilà, even toeteren. En dan kan ik hier ook draaien, want ziet daar mensen wie daar staat. Wacht maar even. Ben aan het draaien. En kijk daar eens, voilà. Welkom schatje, terug erbij. Dank u wel. Dat was een hele wandeltocht nog hoor, schat. Sorry. Nee, niks sorry. Ik heb mijn deugd gedaan. Goed doorgewandeld. Ik hoop niet dat ik te lang heb moeten wachten. Jawel. Ja? Vond het echt lang? Ja. Sorry. Allemaal voor het goede toer, maar je weet dat ik u kom ophalen. Voilà, bij deze. Ik ga nu naar resto rijden, dan gaan we iets eten nu. Bij de resto, samen met mijn schatje. Kijk ook even in de spiegel. En ik sta er eigenlijk al heel goed op met die Cycle TV gedoe. Daar ben ik wel eigenlijk heel blij om. Maar nu mogen de mondmaskers af. Nou, mijn bij bestellen en al moeten de mondmaskers altijd nog altijd aan, jammer genoeg.
De COVID-19 is nog altijd niet uit het land. En we zijn nu richting de tweede golf aan het gaan. En dat is niet goed. Dus hou voldoende afstand. Alsjeblieft. Want ik wil nog altijd in de zorg blijven werken. Bedankt. Ah ja, en wij hebben een allebei macaroni met kaas en hers besteld. Ik ben terug aangekomen op mijn appartement. Ik ga sowieso zeggen, er gaat geen Q&A vandaag komen, morgen ook niet. Morgen heb ik ook weer een drukke dag op de boeg te staan. Dat wordt helemaal verplaatst naar woensdag toe. Woensdag ga ik dan de Q&A doen voor jullie. Dus dan weten jullie dat ook. Ik ga niet de verkeerde sleutel pakken. Ik ben ook ontzettend moe gewandeld. Ik ben blij dat ik terug op mijn appartement ben aangekomen, dat ik kan rusten. Rusten. En nogmaals, rusten. Nee, niks staat erop. Als er nu nog iets op stond van een computer of laptop, dan zal ik het wel hebben gedaan en geriskeerd hebben om te renderen. En om de Q&A nog wel misschien nog eens op te nemen. Nee, ik heb vandaag al... Jawel, ik ga het wel doen. Ik ga nog de Q&A doen. De Q&A komt hier. Ik ga nog gauw eerst iets anders te doen, terwijl dat mijn computer aan het te goed aan het opstarten ben. Ik ga nog even gauw met de wagen weg, terwijl dat mijn computer te goed aan het opstarten. Ik ga nog gauw een milkshake mokka halen. Oh, jawel. Een milkshake mokka. Daar heb ik echt nog goed zin in. Ik ga dat nog gauw halen, want dat is hier toch niet ver vandaan. Dus, ik ga dat gauw doen. Bij deze, voilà, alles om aan de top te starten. Dan moet ik wel snel zijn, want we sluiten hem al. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. Dat hij gaat sluiten, dan ben ik er nog niet. Dus op eerst naar Verano's Summer Bar. Nee, eigenlijk Verano's ijssalon. En dan op terug naar mijn appartement. Dan op dan mijn Q&A nog gauw opnemen met mijn milkshake mokka. Tot ziens. Ik ben terug bij Verano's ijssalon. Ik heb mijn milkshake mokka. Daar heb ik toch ook al wat paar stokjes van genomen. Dus, en nu op naar mijn computer toe voor de Q&A nog, hier nog aan te koppelen. Dus ik hoop dat het een hele goede vlog is geworden. Alhoewel, laat alvast al zeker een blauw duimpje omhoog. Dank je wel allemaal. En geniet maar van de Q&A! Hallo kijkers en welkom op de Q&A, de laatste stuk van mijn vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie ook al hebben genoten van de natuurbeelden van mijn vlog. En nu komt de Q&A, de vragen en die ik ook ga beantwoorden. Eerst ga ik integraal dus via Discord beginnen. Kon je klaarkomen? Klopt het dat je in het verleden meermaals bent geweest in de Bornedries. Ik ga dat eens even opzoeken. Nee, ben ik nog nooit geweest. En waar is dat? Dat is in Sint-Truiden. Nee, ben ik nog nooit geweest. Ben ik heel eerlijk in. Kiever, wat is de verloning voor iemand die zich zou aansluiten tot de Psycho Crew? Een verloning als boekhouder bij Psycho TV. De verloning is ja, het eigen loon daarmee kunnen uitschrijven en dan ook ja, proberen voor eigen merchandising en al te kunnen opzetten voor te kunnen verkopen. En dat we daar ook dan hele mooie lonen kunnen aan vastkoppelen. Heb je al veel cv's ontvangen? Eerlijk? Nee. Je kunt altijd mailen naar info@cyclotv.be als jullie wil meehelpen om Psycho TV tot een succesverhaal te leiden. Dus stuur je gewoon uw cv-kennis even door.
Oké. Okay. Ja, dat is van Viranus Summerbar. Ik heb nog geen cv's ontvangen. Hoeveel klachten heb je ingediend in de maand mei? Januari, februari, maart, april, mei, juni. 1 denk ik. Dan Eddie's biljartsaus. Zit jij in insecten? Nee. Kunt jij nog eens uw playlisten overlopen in de vlog? Dat was een goede vlog. Oh, mijn playlisten. Holy shit, man. Dat zijn er wel redelijk veel, hè. Ja. Ik zal dan wel dat eens doen. Eens even YouTube Studio. Ik ben daar even al naartoe aan het gaan. Playlisten. En ik heb er 148 playlisten. Oh. Twee pagina's vol. Oké. Zuma Revenge. Bejeweled. Portal 1. Flatout 1. Dirty Feet Source. Doe opdrachten. Oproepen uit de oude doos. Counter-Strike Source. Eurotruck Simulator 2. Counter-Strike Global Offensive. No copyright music. Informatie. Speciaals. Random game. YouTubers Live. Team Fortress 2. Esports Festival. Team Trackmania 2 Stadium. Achtbanen. Algemene video's. Rollercoaster Tycoon 3. Kermis 2017. LAN-parties. Aftermovies. Cluzo 30. 25 jaar. Boonzai. Speciale afleveringen. I Love the 90s. De Retro Edition. Natuur. Q-Music BE. Top 500 van de 90s. 2018. Q-Music BE. Top 500 van de Zero's 2015. Fouten 128 van Q Music. De Fouten CD van 2018. En Niels de Stadspater 30. The Rolling Stones Blue en Lonesome. Excuseer. Liefde voor muziek 2018. Show Madness. M&M Big Hits 2018 volume 2, Hitzone 1 1998, Reggie in the Mix 1 2005, Reggie in the Mix 2 2006, Dance with the Devils, Hitzone 86 van 2018, Tomorrowland 2018, Q Music, Q Beach House 2 CD's, M&M Big Hits 2018 3, volume 3, Travis Scott, Astro World, Mamma Mia, Here We Go Again, The Movie Soundtracks, Kids Sound Summer 2018, Sky Radio Summer 2018, Kijkers Muziek Playlist, Onride Attracties, Cycle TV Music Playlist, Vlogs 1 tot en met 200. Vlogs 201 tot en met 400. Vlogs 401 tot en met 600. Michael Bubble, Love. Bruce Springsteen. Springsteen on the Broadway. Oké, okay, Broadway. Dan Lamparty News. Moose Bar, Aspreski. Hitzone 2, Hitzone 3, Hitzone 4, Hitzone 5, Hitzone 6, Hitzone 7, K3 Rollercoaster, K3 Roller Disco, Leef, Hitzone 8, Hitzone 9, Hitzone 10, de Fouten CD van Q Music BE volume 1, I Love the 90s 2019, Portal Music, Gemeente / Steden in Beeld, Audiosurf 2, Q-Music BE de Fouten 528 2019, de Fouten CD van Q-Music 2019, Q-Beach House 2019, Q-Music NL Top 500 van het Foute Uur 2019, Hitzone 11 2000, Hitzone 12 2000, Hitzone 13 2000, Hitzone 14 2001, M&M Party 2016 volume 1, M&M Summertime 2018, TMF Hitzone 15, TMF Hitzone 16, TMF Hitzone 17, TMF Hitzone 18, TMF Hitzone 19, TMF
Hitzone 20 TMF, Hitzone Best of 1998 TMF, Hitzone Best of 1999 TMF, Hitzone Best of 2000 TMF, Hitzone Best of 2001, Jorn Hitzone Best of 2002, Hitzone Best of Dance 2002, Muziekfeest op het Plein deel 4, number 6, Collaborations Project, Western Stars, Eminem Big Hits 2019 volume 3, Tim, Hurt to Be Human, Let's Rock, Eminem Big Hits 2019 volume 2, Rammstein 2019, Q-Music BA Top 500 Summer 2019, Radio Jump Classic, Rewind, Replay, Rebound, Retro Beach 2019, Beach Party 2019, 1969 Woodstock Generations, Partner Videos, 4K Onride, 4K Beelden, Verjaardagen, Q-Beach Top 500 van de Nillies, The Idol Editie, Jorn Hitzone 21, Jorn Hitzone 22, Jorn Hitzone 23, Jorn Hitzone 24, Jorn Hitzone 25, CD, Jorn Hitzone 25 DVD, Hitzone Best of 2003, Jorn Hitzone 26, Niels de Stadspater, de Stadspater, Boven de Wolken, Radio Veronica, First Car Hits, Christmas 2019, Livestream, Vlogs 601 tot en met 800, Half-Life 2, Risk Global Dimension, Vlogs 801 tot en met 1000, Euro Truck Simulator 1, Track Mini United Forever Star Edition, V-Rally Championship Edition 97, PlayStation 1, Like Session 2 Soundtracks, Like Me, dan Lil Klein Jongen van Straat, A2 Racers Coos USA, MF Extreme Bowling 2016, Team Pike World, Quarantaine Music en Command & Conquer Remastered Collection. Bij deze heb ik nu de ganse playlist, dus de 148 playlisten, even overlopen. En dat was er een redelijke deel. Dan Jonas. Dimi, zit jij uw 30% privaat aan het uitbreiden? Klein beetje. Eddie Spiljesse. Wat is de kortste weg naar het rondpunt in Melveren? I don't know. Van waar dat je uitkomt, ik weet het dus niet. Dr. Reusdens. Wie is uw favoriete speler van Real Madrid? Ik ken daar niemand van wie er allemaal speelt in Real Madrid. Dan BRMT. Wanneer doe je nog eens een gaming video met Jessica? Ik heb er totaal geen contact meer mee met Jessica. Boef Sidepins. Er komen bijna nooit livestreams. Waarom zit je dan zo kwaad als fans vragen voor een livestream? Omdat er altijd veel gezegd wordt om een livestream te doen en al. Kijk, nu was het ook wel redelijk laat, ook met de Q&A op te nemen en al. Ik heb ook al vandaag al redelijk veel gedaan. Dus zo gelijk ook in de natuur gaan wandelen en al. En ja, en ook mijn tijd doorbrengen ook samen met mijn schatje Bea. Moet ook gebeuren, hè, mensen? Oké, wilde je niet ke pret of weapon komen uugste? Smoke bijna goed en sop de ka of katrij plarate. Ik heb daar dus totaal geen hol van verstaan. Dat was van de G-Jorian. En nu gaan we over naar YouTube. Vlog 906. Zes dubbelpunt. Zijn 20 telefoongebruik achter het stuur. En dan nog online zetten. Dat gaat grote boete zijn. Van de volgende keer dat je eens bij de politie langs gaat, mogen de boeten komen afhalen. Groetjes, agent Peter. Ja, you're right. Ah ja, dat hem. Ik zal het jullie ook laten zien. Ik zal het jullie ook laten zien. Zet ik kantje. Kijk, goed beeld nu wel. Dit is een mooie auto. Oh man.
Dat klopt. Ik geef het ook eerlijk toe dat ik mijn gsm in mijn handen vast had. Ja, dat klopt. I see Swallow gone. Dan, vlog nummer 905. Daar zijn twee reacties op gekomen, ook alweer van I see Swallow gone. 10.52, Timmy, het gaat erover. Hé. PR heeft ontzettend veel pijn na het stappen en dan komt... En dat komt omdat ze door u niet gezond kan eten. Hele tijd pizza en macaroni met kaas en hasp en hotdogs en kratijn op laratijn. Misschien moet jij en BS zich verdiepen in een gezonde voeding om gezonder te worden. Want de mensen sterven tegenwoordig al op hun 35ste. Jij zit al bijna 35, Timmy, en Bea is 21. Fout, Bea is binnenkort 24. Die heeft dan niet meer lang te leven. Als je echt van Bea houdt, doet je dat voor haar en uzelf. Vraag het maar aan een echte dokter, zoals bijvoorbeeld mijn huisdokter, Dr. Heustens. Ja. En dan heeft er nog een comment geplaatst. Dimitri, misschien moet je eens een lijst investeren in een goede, goedkope videocamera. Want dit kwaliteit is echter donderlijk slecht. Mijn avondeten begint terug boven te komen en dat vind ik heel spijtig. Omdat mijn oma pas lekkere kratijplaratij heeft gemaakt. Kijk naar echte vloggers, want die hebben voor videocamera. Kijk naar echte vloggers, wat die hebben voor videocamera. Ik ga er ook voor sparen, echt waar, en dan komt dat wel allemaal wel goed. En dan de gaming video van Command & Conquer Remastered Collection, de vierde, daar zijn geen reacties op komen. Dus als ik gaming video's maak, mensen, ik doe daar ook wel een livestream. Achteraf de livestream kunnen jullie ook de chat dan ook terug herbekijken, want ik laat dat nu ook openstaan. Maar na die livestream reageer dan ook op die video's. Dan ga ik dat ook integraal voorlezen. Excuseer. Hallo. Verrassing Wesley. Eerste ene reactie van Tamara Rinalda. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben even iets bezig. Dus niet, is niet aan het lukken. Jee, voilà. Dan gaan we naar vlog 904. Drie reacties. Aces, welkom. Je zit enkel vrolijk als Bea langskomt en blijft slapen, zodat je uw 2 minuten actie kunt hebben. Is dat niet een beetje seksueel uitbuiten van Bea, zoals Boyer? Nee. Ik kijk naar Bea haar gevoelens. Punt uit, Icy Swallowcom. Dankjewel. En nu smoder ik ook nog. Dan BRNT. Alfred, je doek is kwak, Timmy. Dankjewel om dat even te melden. Want ik weet het, bij heden wist ik het nog altijd niet. En bij deze weet ik het nu wel. Aziz Wallacom dan opnieuw. Heb jij naar de politie gebeld om Rambo van het Zwarte Woud te ontmaskeren en te laten arresteren? Ja. Dat heb ik gedaan. Dan gaan we naar vlog nummer 903. Daar zijn 5 reacties op gekomen. Als je zwolle kom, 1825, jij bent een grote zeeraar man. Jij bent uw echte fans aan het verketteren. Je deed bijna nooit livestreams. En nu dat paar mensen terecht vragen wanneer er nog een livestream komt, zit je gewoon iedereen aan het chanteren dat er geen livestreams meer komen. Fuck you. Oké? Okay. Ja. Er gaan sowieso nog altijd livestreams komen, maar dan moet er niet om gezaagd worden. En dan 4.10. Waarom zit jij boos? Jij moet wachten met uitrijden, man. 4.10. We gaan eens weer eens bekijken. Pas op. Ah.
die stond eerst te wachten en dan rijd ik uit en dan begint hem zijn manoeuvre uit te voeren. Ja hoor. Dus dat is daar gebeurd. Icy's welcome. Bram van Russenveld. Waar heb jij zo goed leren rijden met de auto, Dietrie? Ook je gebruik van aanwijzerblinkers zijn uitstekend. Dankjewel. Elke manoeuvre wat ik uitvoer, gebruik ik mijn aanwijzingsblinkers. Dat hebben ze al goed gezien en goed opgelet. Als je wel kom, vandaag livestream. Kijk, zo gelijk dat. Hoe meer dat er achter gevraagd wordt over een livestream, hoe te langer dat jullie kunnen wachten op een livestream. Want ik ben een gezag ook moe. Dus als er feitelijk geen gezag is, kan het zijn dat er dan volgend weekend wel een livestream gaat komen. Kan. Ah nee, volgend weekend niet, want dan is BA jarig. De weekend daarop. Echt waar. Oftewel nog door de week. Gelieve elke begin af als sluiting van de vlog rijden en zeilen te zeggen. Dank u. Ja, you're right. Dan gaan we door naar vlog nummer 902. Daar zijn 9 reacties op gekomen. Heel veel van Icy Swallowcon. 1, 2, 3, 4, 5 reacties al. 6.24. Elke dag at de corner en milkshakes kopen, heb je daar allemaal het geld voor. Terwijl zit je ook de discofans hun geld te stelen of wat? Nee, de donatiegeld wat dus ook op de website staat, dus die 81 euro, die staat op een andere rekening waar ik momenteel nog altijd niet aan kan. Dus als ik daar de 500 euro heb, dan wordt het allemaal in één keer gebruikt voor t-shirten aan te kopen, voor petten aan te kopen en dat terug te verkopen. En dan zijn we eindelijk ook begonnen. Dan kan ik ook nieuw materiaal gaan aankopen, bijvoorbeeld nieuwe cameramateriaal en al. Maar eerst moet het echt het verkopen van de grond geraken. Niet om moeite te doen, maar toen je met Bea bezig was, zat je ook met andere vrouwen op de parking te kussen. En op Discord heb je ook met een meisje willen afspreken. Huh? Heb je daar... Ja, dus ik zit niet met andere vrouwen te kussen, dank u. Oei, gaan ze uw beterschap afnemen nu je maar 2 dozen kunt uitpakken per minuut in plaats van 3? Ha 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 ha. Dan 3.40. Zet uw telefoon op stil. De flikken zitten u waarschijnlijk uit te lachen, man, dat je er daar elke dag zit te janken. Ja. En dan opnieuw, zet uw telefoon op stil, zit je achterlijk. Weet waar, zo van die comments, ja, daar ga ik niet verder op in. Pater Pleun, zouden beter inkomengeld vragen bij de politie. Zouden een goede verdienen aan u, ha ha ha. Dokter Reusens, gaan ze u ontslaan omdat uw werkprestatie slechter is als voordien? Nee. Pater Pleunen heeft een YouTube-link geplaatst. Oké, ik heb het schild. Het is geweldig. Puur actie. Let's go! Met de land hier een sprint bovenop. Ja, die heeft daar dus zo'n link gepost, dus naar die video toe. Oké, en dan Spiekentje, waar is uw mondmasker? Ik heb hem nu terug tegenwoordig aan hoor, want dat de besmettingen omhoog zijn gegaan, heb ik gehoord, heb ik die terug ook aan. Dan Viranos Summer Bar Alken op TVL 1. Eén reactie. Van Anderspijk, goede kwaliteit zoals we gewend zijn van Cycle TV. Dankjewel, echt waar. Als je geen betere comments kunt plaatsen,
Doe het dan alsjeblieft niet. Dan 5 reacties op vlog 901. Gordon Schumer Way 1987. Tini, what the fuck man, zet gewoon uw telefoon uit s'nachts. Dat doe ik ook nu. S-Dogs, koop gewoon een wekker en zet uw gsm op stil, klaar, opgelost. Ja, die ligt nu hier aan mijn computer. Dan Spiekentje, blokkeren die nummer toch als hij of zij zijn nummer vrijgeven? Of zijt jij zo slim? Niet zo slim. Jawel, de nummer is al geblokkeerd op mijn gsm. De privé gedoe is ook geblokkeerd op mijn gsm. Ik ga nog eens drinken. Dus, en ja, de gsm blijft ook integraal nu hier liggen. Kunt je dat nummer niet gewoon blokkeren? Ja. En een betere oplossing is natuurlijk het stilzetten van de telefoon. Maar daar is een universitaire diploma voor nodig. Jammer genoeg. Oké, en dan vlog nummer 900. Vaker coole autospotten AUB. Ah, zo van dat, ja. En die heeft ook een kooprotor op. Maar nu ga je terug letten op de baan. Mijn eetplek en mijn schatje is daar aanwezig. Oei, aan de ene kant is ze wel weg, de geluid, hoor ik. Of is dat nu gewoon mijn... Ah, dat is gewoon mijn koptelefoon. Oké, genoeg gezien. En dan, waarom laat je een wildvreemde 1,5 meter naast u staan? Corona bestaat niet meer. En wanneer heb je dat gezien, Anusbek? Op de vlog van nummer 900. Laat het hier in de reactie weten. Dank u. Dan, 899... 6.44 Team 3 wil geen extra hulp om zijn vlogs te bewerken, omdat hij kwaliteit hoog moet houden. Ah ja, dat was dan niet die... Daar hoor ik het dat het een dubbele toon is. Ja, oké, ik heb het goed gezien. Is dat Alice op de achtergrond? Is luisteren. Nee, dat is dus Mia die je daar ziet. Dus ik weet niet. Ja, hier, dat is Mia. Niet Alice, maar Mia. Dat was van BRNT. En dan weer van IC Swallowcom. 2208. Heb jij serieus de flikken gebeld om twee oudere vrouwen aan te geven? Je zit echt een fucking loser. Je hoort het, geen demonterende mensen. Omhoog van, ze waren verwaard. En dan heb ik liefst dat ik ook de politie bel. Omhoog van, die kunnen dan ook ontsnapt zijn uit een rusthuis. En als er een rusthuis zoekactie al heeft op poten gesteld. Ja, dan is het best ook als je zo mensen tegenkomt te bellen. Die verwaard overkomen. Dus ik heb er niks verkeers aan gedaan, IC Swallowcom. En dan dokter Heusens. Dimi, zijn neus is zo groot dat er te weinig was. Oké. Zo, Sophie Bot. Gast, heb je daar nu serieus weer de politie voor gebeld? Ja, ik heb daar de politie voor gebeld. Dokter Heusens, de politie kent u wel, denk ik. Hé, ja, dat klopt. Je belt als er een vlieg op de wc zit. Triestig beer. Nee, dat doe ik weer al net niet. Uw telefoonnummer is ondertussen wel bekend bij de politie. Dat klopt, Pater Pleun. En dan nog de laatste. 898, daar is maar één reactie op gekomen. IC Swallowcom
3.16, hier is zone 30 en jij vliegt gewoon door een stopbord. Je moet daar stoppen totdat je auto stilstaat voordat je terug mag vertrekken. Gevaar. Ah, ja, daar heb ik het al eens uitgelegd. Oh, ik ga een klein beetje terug proberen. Dus ik ben hier, hier staat tussen een stopbord, dat klopt, een stop. Maar deze baan is sinds kort ene richting geworden. Dus als je zo rijdt, is het ene richting. Dus er komt nooit verkeer van hieruit zo naar Gender toe. Of van hieruit zo naar hier toe. Ik kan alleen maar van hieruit zo hup inrijden en dan zo. Dus jij met uw auto kan alleen zo rijden, ofwel zo rijden. Voilà, bij deze weten jullie dat. Maar ja, ga ook wel gelijk, je moet normaal gezien volledig hier stilstaan en dan terug vertrekken. Ik heb ook wel goed gezien, hè, ICSWorld.com. Heel veel bedankt om een deel uit te maken van mijn leven. Dit waren de vragen. Stel de vragen terug op Discord. De Discord link staat hier onderaan in de beschrijving. Kom gerust langs. En stel uw vragen in de Q&A room. En dan beantwoord ik die weer al volgende week maandag. En dan komt wel alles weer al in orde. Dus dankjewel om een deel uit te maken. En nog een keer, santé. Voilà, bij deze is het op. En is mijn Q&A ook volledig beantwoord. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online gaat komen. Bedankt en tot horens.